komt terug. We hebben al meerdere weken jullie verteld over deze match. Dat dit de decider zal zijn. En het blijkt ook nog eens te kloppen. Voor de mensen die net intunen. Welkom bij de allerlaatste match van de ISL Benelux groepfase. Ja, je bent misschien pas ingetuned op de allerlaatste match. Maar dit is voor deze twee teams ook de allerbelangrijkste match. Dus je hebt dan best nog wel een goede timing als je het nu gaat doen. Ik ga jullie even een beetje vertellen wat er gebeurd is. Afgelopen 7 weken is er een groepsfase geweest waarvoor een qualifier is geweest. Mensen die zich gekwalificeerd hebben mogen de groepsfase spelen. De top 4 van de groepsfase mag dan de finale gaan spelen. En daar is een prize pool te verdienen van €3.250. Deze twee teams hebben daar alle twee kans op. Ik ga even heel simpel zeggen wat er gaat gebeuren als een van de twee teams wint. Als Mcon wint, zijn Mcon en Gamefist allebei door. Wint Gamefist, dan ligt Mcon eruit en is Defuse Kids door. Dit maakt voor een hele spannende stelling. Jullie zien hier links onderin de stand staan. Hij is niet geüpdate, wat was voor hier. Wat er is gebeurd, Toxic Falcons heeft gewonnen van Defuse Kids. Dus Toxic Falcons is door. Ze hebben 5 wins heeft je gegarandeerd door. Dus degene die deze doet heeft ook 5 wins. Maar daarna is het onderlinge resultaat heel erg belangrijk. Degene met onderling gewonnen heeft, heeft de hogere plek dan niet. En Gamefist heeft gewonnen van Defuse Kids. En Mcon heeft verloren van Defuse Kids. Dus dat zou betekenen, Gamefist wint, Mcon ligt eruit. Mcon wint, Mcon en Gamefist alle twee door. Defuse Kids niet, is eruit. Dus waarschijnlijk zal Defuse Kids zitten te kijken van, alsjeblieft, Gamefist win. Maar daar komen we maar op één manier achter. En Duncan, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Mcon of Gamefist? Ja, ik moet denk ik wel voor Mcon gaan. En dan denk ik in games 3-1. Wat denk jij? Poeh, nou, ik weet het nog niet echt. Gamefist heeft wel heel goed geperformd de laatste aantal weken. En ook al is het voor Gamefist niet belangrijk of ze winnen of ze verliezen. Het is wel belangrijk welke seed ze krijgen. En hoe beter hun seed is, hoe makkelijker ze een hogere prijs kunnen gaan winnen. Dus ik denk dat Gamefist dit ook nog aardig wel een keer zou willen winnen. Ik zou het niet weten, zeg maar. Ik denk 3-2 Gamefist. Ik weet het niet helemaal zeker. Okay. Maar daar gaan we dus achter komen. De teams staan klaar. De teams zijn alle twee gebrand om dit te gaan doen. En we gaan erachter komen wie dat gaat doen in enkele minuten. Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Ik kijk er erg naar uit op de eindresultaat. Maar daarvoor moeten ze eerst natuurlijk de wedstrijd induiken. En daar begint de kick-off. D7 tegen Pilstedda in de kick-off. En de bal gaat richting Gamefist. Wat ook weer leuk te zien is deze match. Je ziet heel veel Batmobiles. Faco en D7 spelen Batmobile. Het is wel grappig te zien. De bal wordt naar voren verwerkt. Demo op de goallijn. En Faco hier al met de 1-0. Dat ging heel erg snel binnen de eerste 16 seconden van de game. Alweer de eerste goal zie ik inderdaad met een klein lopje. D7 met een demo en Faco. Hele goede afmaken. Een 3-man play kan natuurlijk heel riskant zijn als hij toch wordt gecleared. Maar ze hebben hem afgekregen. Ja, ze hebben hem afgekregen en daardoor staat het nu alweer 1-0 voor Gamefist. Gamefist die zich graag een hoge plek wil kwalificeren. Terra hier probeert het schot te maken, lukt hem net niet. Kenny wordt gedribbeld door D7 en Faco. En zo. Dan maakt D7 de 2-0. Gamefist laat er geen gras over groeien. Zeker niet. Met één goal laten ze er niet bij staan. D7 inderdaad met Faco samen. Eigenlijk een beetje een soort verwarring opzetten. Ook al was het maar een soloman dribbel. En dan krijgt hij hem gewoon langs 2 van Mcon. 2-0 voor Gamefist. Mcon moet echt aan de bak gaan. Willen ze dit nog gaan pakken? Faco wint hier heel overtuigende kick-off. Cookie zet hem voor. Verdedigd door D7. Teruggeschoten door Faco. Terra probeert erbij te komen, lukt hem niet. Cookie mist de 50. Wordt uitverdedigd door D7. Kenny heeft hier tijd. Biedt hem half naar voren toe. Ziek zijn Faco bij de up. Terra hier als eerste schiet hem weer naar voren toe. D7 tikt er tegen een eigen backboard aan. Faco kleert hem vervolgens. Maar er werd hij heel goed de 50 tussen gezeten. En bal blijft aan de kant. D7 dribbelt uit. Bal gaat omhoog. Faco mist de bal. Cookie tegen de backboard. Kan hij scoren? Double tap van Cookie? Nee, want hij hoorde Kenny al in zijn rug. Ja, zeker. Daar is de dabbende ghost. Cookie inderdaad met de baas richting de backboard. Sieks kon er net niet bij. En D7 wist niet wie die hem nou moest lezen. Is het nou Cookie of is het nou Kenny Meister die het schot gaat nemen? En het was Kenny Meister. Ik denk dat Kenny Meister zei in de groep, ik heb hem! En vervolgens de bal erin schoot waardoor Cookie hem niet had. Soms zijn comms heel erg handig. En vooral op zo'n moment wanneer het echt om draait of je die goal pakt of niet. Ja, communicatie is zeker belangrijk in dit spel. Ja, dan gaat hij voor een aerial. Krijgt niet de double touch. Sieks mist de bal. Cookie krijgt een kans, maar wordt weggeschoten door Faco. Kenny kan deze droppen, maar hit hem niet goed. D7 cleared. Faco, schot naar voren.
Heracles. Volgens mij, Cookie is up. Kan hij droppen? Hij kan hem hitten richting Kenny. Kenny heeft hier een goal voor zijn neus. Maar Sieg stond al in het net. En Faco en Sieg zijn daarna bump. DC gaat weer voor de dribbel. Krijgt hier het blok. Die neemt aan. Faco mist. Die mist ook. Of niet? Hij mist hem niet. Hij raakt nog eens naar beneden toe. DC gooit hem naar de zijkant toe. Kenny probeert hier de bal te komen. Lukt niet. DC dribbelt weg. Wordt uiteindelijk van zijn dak afgeschoten door Cookie. Sieg omhoog. Cookie blokt hem heel goed. Ja, zet het door. Schiet hem tegen een backboard aan. Niemand staat op de backboard. Kan dit hem zijn? Nee, Kenny schiet hem weer vervolgens tegen een backboard aan. En DC weer cleart richting Cookie. Hier naar voren. Eko weer met een zachte hit. Terra komt hier in. Terra hier met het schot. En daar is de 2-2. Ja, een beetje een rustige play. Een beetje gewoon de druk proberen hoog te houden. Wachten op de clear die er niet helemaal lekker uitkomt van Faco. En precies door het kleine open gaatje wat er nog was, schiet Terra er maar in. Zo snel Gamefist met 2-0 voor komt te staan, komt Emcon ook weer gelijk terug met de 2-2. En hier is waarschijnlijk zelfs de 3-2. Is Cookie snel genoeg? Ja, Cookie is snel genoeg. 3-2 voor Emcon. En Emcon komt gelijk weer terug in deze wedstrijd. Ja, deze game is nog maar 2 minuten en een 15 seconden bezig. En van 2-0 is het dan weer 3-2 geworden. Dat is bijna een reverse sweep in scoren. Ja, voor Emcon staat alles op de lijn op deze match. Wint Emcon dit niet, dan liggen ze helemaal uit het toernooi. En dat is denk ik het laatste wat ze willen. Dus ze zullen het gas erop zetten. Ze zullen hun uiterste best doen om te kijken of ze deze win kunnen pakken. Want doen ze dat niet, dan is er geen prize pool voor Emcon. Hey, inderdaad. Bal wordt uitverdedigd. Hup, kan Koki nog bij zijn? Nee, Faco zet hem voor. Is Sieg met de 3-3. Een beetje uit het niets. Cookie had hier niet een goede hit naar de cycle. Ik kon hem niet volgen. Nee, het is echt puur het afstraffen van kleine clearfoutjes. Je zag namelijk een miscommunicatie van Emcon bij de clear. Die kunnen ze goed aannemen. En daardoor is het een beetje stress in de verdediging van Emcon. En daar hebben ze goed op ingespeeld. Hier wint Cookie weer keihard de kick-off. Bal gaat richting het goal. Zet hem dan voor. Er is niemand om hem te vallen. Slechte kick-off van Gamefist. Sieg schiet hem hier bijna richting het goal. DC was up, maar kon hem niet. Faco gaat hier voor de play. Kan hij voorbij Cookie komen? Nou, hij kan er niet voorbij komen. Hij houdt de bal aan de kant. Kenny verlengt hem dan verder. Bal, de dubbel commit van Gamefist. Terra krijgt hem weer vooruit. Kan Kenny een... Oeh, Kenny had niet de goede aanhaal om erin te dribbelen. Hij gaat wel vrolijk door. Gaat de muur op. Probeert hem voor te zetten. Is daar DC? Ja, DC heeft wel de hit. Het was een beetje gek om te zien of hij het zou halen. Faco hier met een solo play. Krijgt hem voorbij 1, maar is niet in de goal. Sieg dan? Ja, Sieg maakt hier de 4-3. Echte goals vallen links en rechts. Ja, het is vooral de rebound. Faco probeert hier namelijk een single play op te zetten. Wordt weggebeukt door Kenny Meister. En dan komt Sieg weer met de opvolger. En dat gebeurt nou eigenlijk bijna elke goal. Ja, het klopt. De goalie wordt gefaked. En vervolgens zit er 1 in. Het is nu 3-4 voor Gamefist. Als Gamefist dit wil doorzetten, zullen ze ervoor kunnen zorgen dat Emcon niet die top 4 spot haalt. Hier een paas naar Terra. Terra verlengt hem naar de hoek. Kenny heeft geen booster. Gaat door terug. Kan Terra het zelf afmaken? Hij schoot hem bijna op het goal. Die ging nog net tegen de paal. En DC met een solo play komt voorbij. En kan hij hem voorzetten? Ja, hij zet hem niet eens voor. Hij schiet hem zelfs op doel. Hij krijgt nog een kans. En dat is de 5-3 voor Gamefist. Dat is een hele mooie geschoten hoek van DC die vanaf de achterkant raakte. Maakt het heel moeilijk voor Cookie om dat af te lezen. Moest hij paniek proberen de bal weg te hitten. En schiet hem niet hard genoeg weg, waardoor DC hem zelf kan afmaken. Dat klopt. En nu staat Gamefist dan toch voor. Hier gaat Sieg zich de bal. Cookie verlengt hem naar zijn eigen achterkant toe. Kenny kan hier dan bij. Dat is een goede paas geweest van Cookie. Hier ook verder gaan. Gaat voorbij Sieg. Sterre komt interfere. Schiet hem weer naar voren toe. Bal rolt de goal in. Daar is het 4-5 voor Emcon. Deze game gaat elke keer van kant naar kant naar kant. Eerst is het Gamefist die aan de leiding komt, daarna Emcon en nu daarna weer Gamefist. En nu is het toch weer Emcon die weer wat goals gaat scoren. Ja, DC werd daar gebumpt en kon daardoor niet goed doorrotaten. En daardoor staat Emcon bijna weer gelijk. Emcon gaat proberen te kijken of ze dit dan toch nog kunnen pakken. Want het is heel erg belangrijk. Hier is een kans. Terra redt hem dan toch nog net op tijd. Kan Terra deze dan vervolgens clear? Hij schiet hem tegen de muur. Volgt hem zelfs op. Gooit hem omhoog. Want van Gamefist op de jas. Daar. Kenny brengt dat midden. Cookie kan hier maken. Ja hoor, wow. Cookie maakt de 5-5. Man, we zijn 4 minuten in game. En er liggen 10 goals in. Is dat een nieuw record voor ESL trouwens, of niet? Ik denk het bijna wel. Ik heb niet de statistiek om het te controleren, maar 10 goals, ik denk dat dat er bijna wel aan zit. Er was wel een keer in Brazil volgens mij, dus misschien
Maar ja, maar dat zijn 8 goals maar voor een Brazil. En 10 goals is wel indrukwekkend. Dus we gaan kijken of Emcon dit toch nog kan gaan doen. Het is heen en weer. De bal gaat in het ene goal en het andere goal. Hier is bijvoorbeeld Sieksen met de kans. Maar D7 gaat er toch voor. Hier is een open net. Kan deze erin gaan? D7 verlengt hem. Ja, en daar is de 6-5. We krijgen geen moment rust in deze game. Nee, het was inderdaad een hele lastig iets voor Emcon. Want Veko die schoot hem eigenlijk erin. En D7 die dacht, ik kan hem redirecten. Ik kan de richting aanpassen. En twee man van Emcon moesten daar nog voor springen. Dus ze moesten zeker weten waar die bal naartoe ging. Wilden ze die bal nog redden. Maar D7 raakte hem helemaal niet aan. En daardoor raakte ze juist in de war en rolde de bal er gewoon in. Sieks met... Sieks had dan nog een hele close save. Hij ging goed richting het goal, maar kon er niet tussen zitten. De bal wordt hier, Terra's up. Naar de andere kant toe. Veko dribbelt hem terug. Mist daarna de bal. Sieks mist hem ook. D7 probeert deze uit te vegen. Flikt over 1 heen. Kan hij ook langs 2 komen? Nee, hij wint het niet van Koek. Probeert deze uit te dribbelen. Daar komt Sieks aan. Die pincht naar het midden toe. Kenny gaat deze naar voren proberen te krijgen. Brengt hem naar de zijkant toe. Het is nu heel moeilijk voor om Emcon nog te scoren. Helemaal als D7 deze naar beneden dropt. 1 seconde op de klok. Als deze bal de grond dropt. Ja! En Gamefist pakt hier game 1. Ja, heel verrassend. Aangezien deze game echt elke kant op kon gaan. Dus ik was heel benieuwd wie nou eigenlijk deze game zou pakken. Is het toch gelukt? Ja, het is het toch gelukt. Gamefist pakt hiermee game 1. We krijgen iets binnen over dat Cookie en Kenny alle twee gecrashed zijn. Dus die zullen elk moment weer terug zijn. We komen daar zo meteen achter. Tijd om weer over auto's te praten. Tijd om weer over auto's te praten. D7 en Veko, Batmobile. Ja, interessant. Ik zie niet zo vaak twee Batmobiles op één team. Om eerlijk te zijn. Meestal is het er eentje. Ja, meestal is het er eentje. Maar dat was een beetje Season 2 winning formule. Met Cookser en Batmobile. En dan hadden we Marky en... was dat toen nog meer? Marky, Cookser en... Mystic? Ja, ik denk dat het Mystic was. Maar ik denk dat het er nog voor nog was. Toen had je nog Greasy. Oh, Greasy. Greasy, dat was het team toen. En dat was een beetje de winning formule. En nu zijn er twee Batmobiles aan de kant. Veko en D7 die het alle twee doen. En ze lijken de controle te hebben. Veko af en toe lijkt alsof hij het net niet helemaal heeft. Maar D7 die heeft echt de controle met de Batmobile. En krijgt die dribbling plays die hij zo nodig heeft. Ja, zeker weten. Ik hoop in ieder geval dat de beide spelers hun game alweer hebben kunnen herstarten. Ja, zo te zien hebben ze dat al. Nou, dat is hartstikke goed nieuws. Hopelijk zullen ze dit keer niet in wat technische problemen terechtkomen. En kunnen we probleemloos de volgende game gaan spelen. Kenny en Veko voor de kick gaan. Kenny wint vervolgens. Bal wordt al gegooid. Cookie gaat hier achteraan. En Terra tikt deze naar de zijkant. Gaat hem nog voorzetten. D7 mist die bal. Dit zou een grote kans kunnen zijn voor game, voor Emcon, maar hij gaat er toch niet in. Cookie verdedigt deze uit naar de zijkant. Terra kan deze volgen. Wordt goed naar voren geschoten. Veko mist. Sieks gaat hij voor. Tikt hem naar de zijkant. Daar is Cookie weer. Brengt hem weer naar voren toe. Veko kleert hem naar de zijkant. Naar D7. D7 zal deze verlengen. Kan hij nog zelf achteraan gaan? Nee, want Veko is er wel. Heeft niet het blok. Maar Sieks is dan toch om hem te verlengen. Veko probeert deze naar het goal te krijgen. Maar een paar whiffs van Gamefist zorgen ervoor dat de pressure gereliefd wordt. Waar heb ik het over? D7 komt er eens eentje voorbij. Hij gaat bijna 3 man voorbij. Ik dacht dat Emcon de bal goed had kunnen wegwerken. Maar D7 zat er heel goed tussen. Terra hier bijna met een open goal. Krijgt hem. Wow! Hele indrukwekkende play van Terra. Probeerde volgens mij gewoon een passing play op te zetten. Door hem met een muur te pinchen. Maar de verdedigers van Gamefist zagen hem zo niet aankomen. D7 die zag hem niet aankomen. En die schiet hem er zelf in. Oké, okay, Kenny Meister en Sieks gaan nu voor de kick-off D7 met een verlenging. Daar komt de kaart aan op Cookie. Maar die weten maar uit te rennen. Nu Sieks en Veko proberen een aanval op te zetten. Lukt ze alleen niet. Nu D7 probeert de bal te clearen. Cookie en Kenny Meister schieten allebei richting de backboard. Maar D7 die houdt dat goed vol. Terra tegen Sieks op de backboard. Sieks krijgt hem door. Goed verdedigd door Cookie. Veko. Veel ballen in de lucht zo te zien. En Veko probeert hem hier ook naar binnen te krijgen. Scannymeister die tikt hem per ongeluk aan en die gaat erin. En het is 1-1. Ja, de bal wordt hier voorgezet door Veko. En uiteindelijk krijgt hij hier nog een touch. En de bal bounced via zijn eigen kant nog een keer richting goal. Kenny dacht niet dat hij zoveel touches eraan zou krijgen. En maakt hierdoor de 1-1. En daar hebben we alweer inderdaad een 1-1 met anderhalve minuut. Veel minder goals dan de vorige game.
Maar dat begrijpen we ook wel. Nadat er zoveel goals zijn gemaakt, dan ben je natuurlijk ook wel een beetje uitgescoord. Dan denk je van, hé, we moeten toch wel even wat voorzichtiger zijn. En dat is ook wel super belangrijk om natuurlijk je verdediging aan te sterken in plaats van alleen je aanval en hart op hart te gaan. Dan Kenny Meister met de bal tegen het plafond aan. Daar komt deze even moeilijk bij. Krijgt hem alleen wel, want niemand van Emcon was er tussen gesprongen. Cookie probeert hier de double touch te maken. Komt aan de backboard af. Kan hij hem afmaken? Nee, komt op de lat terecht. Kenny Meister probeert de bal ook nog te schieten, maar wordt geblokkeerd door Gamefist. Nu dan. Terra tegen D7 op de muur. Komt eraan bij Faco, maar goede blok van Cookie. Kenny kan hij hem ook nog verder clearen. Nee, Siek zit er elke keer tussen. Gamefist gooit ongelooflijk veel druk. En Cookie probeert hier ook nog de bal te clearen. Eindelijk hebben ze ruimte om de bal te clearen. En proberen ze gelijk een counterattack aan te maken. Want Kenny Meister schiet hem erin via de lat. Wauw, wat was dat een mooie passing play. Cookie gooit hem hier naar voren toe. Kenny stond op field te wachten. En tikt hem keihard tegen de lat aan. En daardoor maakt Seeks dan nog de touch in zijn eigen goal. Het is heel jammer om te zien. Maar het maakt wel weer de 2-1 voor Emcon. Gaat het Emcon dan toch lukken om deze tweede game te pakken nadat de vorige game zo ontiegelijk close was? Van Cookie krijgt hem nu in de hoek van Team Oranje. Kenny Meister probeert de druk hoog te houden. Cookie naar het midden. Pulsterra. Komt hij dan met de follow-up? Nee, hij mist hem. D7 neemt hem aan en tikt hem gelijk door naar Faco. Dat betekent een counter-attack. Maar Kenny Meister staat natuurlijk in de verdediging en krijgt de bal weg. Krijgt er ook gelijk zijn eigen follow-up. Houdt hem uit de handen van D7, maar Faco schiet hem naar voren. Dan Seeks. Hoog door op midden. Wie gaat die aannemen? Cookie, maar komt terecht op D7. Nu Kenny Meister tegen Faco. Faco krijgt hem door. Nu is het aan Emcon om de bal weer naar de andere helft te krijgen. Maar dat lukt ze niet. Gamefist ongelooflijk veel druk zetten. Ze steken er elke keer een stokje voor. En ze maken het heel moeilijk voor Emcon om nog een extra goal te krijgen. Maar ze staan nog steeds voor. Dus als zij zich blijven focussen op verdedigen, dan zou het ze, als het goed is, moeten lukken om deze game te pakken. Maar ook omdat de druk ontiegelijk hoog blijft, wordt het heel moeilijk om je verdediging zo goed vol te houden. Ja, tot nu toe doet Emcon het al een stuk beter dan eerst. Maar de kansen die komen voor Gamefist zullen er uiteindelijk wel een keertje ingaan. Kan Emcon het volhouden, die 2-1 voorsprong? Ja, dat gaan we vanzelf zien. In ieder geval Faco met een 50-50 tegen Cookie komt eraan bij Seeks. Maar ook gelijk weer gecontest door Kenny Meister. Ze springen er allemaal supersnel op. Het paard in deze game ligt een stuk hoger, ook al zijn er niet echt superveel schietkansen. Nu dan Terra met de opvolger. Probeert Seeks te contesten, maar het lukt net niet. Emcon heeft alsnog balbezit. Maar D7 probeerde hier alsnog de bal te clearen. Faco zag het te lang aankomen. Die gooit hem naar de andere kant van de helft. Omdat hij weet dat zijn teamgenoten niet superveel boost hebben. Die hebben weer tijd nodig om wat te collecten. Cookie ondertussen bijna een redirect richting de goal. En die komt op de backboard terecht. Kan Kenny Meister die afmaken? Nee, wordt geblokkeerd door Faco. Hele mooie blok en Seek die gooit hem naar voren. De redirect van D7 richting de goal. Maar Cookie heeft een hele mooie redding. En Faco met het schot. Faco maakt hier naar de 2-2. Hele rommelige verdediging van Emcon. Heel goed eerste schot van D7. Goed, niet goed gekleerd door Cookie. Mist daarna de contest en Terra is ook te laat op. Faco maakt het 2-2 met nog 40 seconden op de klok. Zoals al gezegd, er is superveel snelheid, superveel vaart in deze game. En dat maakt het ook moeilijk voor Emcon, omdat ze plotseling supersnel moesten ingrijpen. En Faco daar weer met het schot komt op de lat terecht. Cookie heel erg dichtbij. Maar kan hij nu weer de bal uitkleuren? Nog 30 seconden op de klok. En het lijkt erop dat we weer naar een overtime gaan. Ja, het kan zomaar kloppen. Dan hebben we weer een overtime te pakken. Gamefist heeft de vorige game niet zoveel goalsverschil, maar wel heel veel goals in één game gewonnen. En misschien laten ze weer zien dat ze deze game dat ook kunnen gaan doen. Dat zou ze op matchpoint zetten en dat zou kunnen betekenen dat ze Emcon elimineren uit de top 4. In ieder geval Terra probeert hier via de backboard een paas op te zetten. Cookie kan hem nog aannemen. Nog 3 seconden op de klok, maar komt in een hoek waar Gamefist ook staat. Kenny Meister probeert hem van de grond af te houden. Gaat dat lukken? Faco die gooit hem ondertussen richting het midden. Komt precies op de goede plek terecht. Terra probeert hem weg te clearen en hij rijdt de grond aan. We gaan naar overtime. We gaan naar overtime. Het is nog geen minuut meer op de klok. Het is nu golden goal territory. Emcon moet deze win gaan pakken. Ze willen nog blijven in die ISL Benelux top 4. Een triple commit hier in defense. Zou het dan kunnen? Kan Terra deze erin schieten? Komt op de backboard, niet op de backboard terecht. Want D7 zat er al heel snel tussen. Kenny Meister probeert de druk erg hoog te houden. Dan Faco probeert de clear te krijgen. Er moet wat meer rust komen voor Gamefist. Want anders gaat Emcon deze goal maken. Want die kwam ook alweer op de lat.
samen met Tenna. Kenny Meister gooit weer de center op. Veko heeft weinig boost en die gaat er misschien in, want hij komt op de paal terecht. En D7 met een hele mooie clear. Tenna probeert hier ook nog wel wat druk op te gooien en nog een schot te wagen, maar het lukt hem net niet. En Seeks, die krijgt hier de clear. En die probeert het dan door te zetten. Het is een spannende overtime. MCON is heel erg dominant op dit moment. Maar kunnen ze dan die goal ook maken die ze zo broodnodig nodig hebben? Ja, daar komt hij dan misschien toch. D7! Krijgt hij hem? Nee, Seeks krijgt hem ook omhoog. Krijgt hem ook weer in de blok op Tedda. En Cookie vliegt daar langs. En daar komt toch weer een pauze in de game. Veko die wachtte af in de hoek om wat boost te krijgen. En Cookie die krijgt bijna weer een goal. Er zijn zoveel schietkansen hier geweest voor MCON. En uiteindelijk moet er toch wel eentje ingaan. Of lukt het voor Gamefist om een clear te krijgen. En alsnog een goal te maken om die 2-1 of om die 2-0 in game voorsprong te krijgen. En daar Cookie met de blok bijna. Kenny Meister met het schot op Tedda. Tedda mist de bal en D7 ook. En Cookie wordt weggebeukt waardoor hij de bal nu niet in kan schieten. Veko probeert controle te krijgen over de bal, maar Kenny Meister schiet hem erin. Wauw, wat was dat close. MCON kreeg zoveel kansen. Er had echt wel veel eerder eentje ingekrund. Ze kregen de kans van Gamefist om hem erin te schieten. Gamefist's defense stond niet zo sterk. En uiteindelijk krijgen ze dan toch de goal. En pakt MCON de 1-1. Ik heb gewoon trillende handen. Dat was zo ontiegelijk spannend, die overtime. Ik zou bijna niet geloven hoeveel schietkansen. We zien ook, als we even optellen, dat zijn 13 schoten van MCON. En er zijn er dus 10 niet ingegaan. Wauw, daar mochten wel iets meer van ingaan. Natuurlijk zijn er ook 6 gesaved. Dat betekent dus dat er 4 op de paal of op de lat of net naast gingen. En ja. Kan MCON dit doorzetten? Ze hebben nu een win te pakken. Wel heel erg close en op het nippertje. Want één break van Gamefist en het was misschien over geweest. Kan MCON dit doorzetten? Het staat nu 1-1. Kunnen ze ervoor zorgen dat ze dus die top 4 gaan halen? En ja, het moet nu maar gaan blijken. Ja, het gaat lastig worden, denk ik. Want Gamefist heeft zo vaak gehad dat ze er gewoon net aan tussen zaten. Al was MCON aan het verdedigen, al waren ze aan het aanvallen. Ze weten gewoon heel goed hoe ze hun eigen auto tussen die passes kunnen zetten. Of tussen die plays. En hoe ze zo'n aanval of verdediging kunnen breken. Dus dat gaat heel lastig worden om daar nog een extra goal te kunnen maken. En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom MCON er zo lang over heeft gedaan om uiteindelijk die goal te scoren. Dat klopt helemaal. We zien nu dat Kenny hier naar de paas voor Cookie. Cookie krijgt er niet bij. Tedda zie je al vroeg up. Tikt naar voren. Kan hij ook het ook doorzetten? Nee, D7 zit ertussen. Kenny fake deze bal. Cookie gaat hierheen. Kan hij langs D7 komen? Hij gaat voor de fake. Kenny wordt zelfs gefaked door Cookie. De bal komt wel aan de kant van MCON. Kan deze aanval doorgezet worden? Veko probeert het. Heeft de bal. Krijgt hem op zich, maar Cookie dunkt hem. Krijgt hem daarmee naar voren. Bal bounced een beetje vreemd. Seeks heeft niet de beste hit. Kenny zit er vroeg bij. Tedda is te laat. D7 kan hem verlengen. Ze zit een beetje op een kluitje hier met Gamefist. Wordt deze bal gecleared? Ja, Kenny cleart hem naar de zijkant. Niks op de wall. Echt naar voren toe. Is up. Tikt hem naar het midden. Dat kan risicovol zijn. D7 is op. Gooit hem tegen het backboard. Is Veko nu met de kans? Veko gooit hem ook tegen het backboard. Ziek is dit keer wel up. Maar krijgt niet het schot. Zou het de breakaway zijn? Nee. D7 en Veko krijgen hem altijd samen nog tegen het backboard aan. Tedda verlengt hem dan door. Seeks kleert hem weer terug. Gaat er zelf ook achteraan. Heeft een hit. Veko raakt hem ook nog aan. Dat had een hele mooie goal kunnen zijn. Had Veko die op goal geschoten. Cookie en Kenny beide in defense. Bal wordt aan de zijkant gekleerd. Kenny krijgt hem niet over Seeks. Veko wacht hier wat rustig af. Want er waren al 2 in de aanval. Tedda neemt hem aan. Voor de dribbel. Bij 1. Nee, hij gaat gewoon toch voor het schot. Veko tikt er niet goed aan. Dit zou een kans kunnen zijn voor Cookie. Maar Seeks zit er toch op tijd tussen. Veko gaat hier voor de dribbel. Maar schiet hem eigenlijk maar recht op Tedda af. Hij zag Tedda misschien iets aan. Tedda met de double touch. Tedda met de double touch. Enorm goed gebruik gemaakt van de dam met zijn hitbox. En überhaupt van de onderkant van zijn auto. Waardoor hij de bal nu rustig en precies in een hele moeilijke hoek kan schieten. Buiten het bereik van Seeks. Nadat hij zelf de clear op de backboard heeft gedaan. En hier komt MCON dus met een 1-0 voorsprong in game nummer 3, waar het nog maar 1-1 staat. Ze hebben dit nodig voor de top 4, zoals ik al vaak heb gehaald heb. Maar voor hun is alles on the line op dit moment. Tedda klit hem weer naar voren toe. Tedda staat hier te wachten, heeft de tijd. Probeert hem vanzelf op te lobben, maar gaat er niet achteraan. Veko stond er ook niet klaar voor. Dit is een beetje vreemd hier. T7 met het schot en er is niemand in defense. 2 mensen van MCON ging er daarvoor. Oei, ja inderdaad. Dat was een beetje een foutje bij de clear. Waar heel goed op afgestraft werd door D7.
Ze probeerden gewoon samen de bal te clearen, maar het lukte gewoon net niet. Ze paasten hem allebei tegen de muur op. En uiteindelijk waren de verdedigers op. En dan kan deze even gewoon schieten. Dan is het weer 1-1. Gamefist komt gelijk weer terug. Een demo van Ziggs. Terrace up, kan hij hier bieten? Ja, hij is voor Veko. Is hier dan om in te schieten? Nee, D7 clearert hem dan weer naar de zijkant. Veko gaat hier achteraan, heeft geen boost meer. Beekt wel zijn tegenstander, pakt de boost. Maar Terra brengt deze bal weer naar voren. Bal is voor het goal, Ziggs is op. Is hij op tijd? Nee, D7 is zelfs nog eerder erbij. Veko clearert hem, komt hij 1-op-1 met Terra, kan hij hem voorbij? Hier is het Terra, hij clearert hem soms wel op een gekke manier. Maar hey, if it works, it ain't broken. D7, ik weet het nog voor te brengen. Een bump van Kenny, Cookie op Kenny. Zorgt dit voor ongemakkelijkheden? Nee, de bal wordt naar de zijkant gebracht. Het voorzet van Veko. Terra tikt hem naar de zijkant. Is daar de kans? D7 schiet hem over. Dat had hem ook weer kunnen zijn. En deze bal wordt nog steeds niet gekleerd door Emcon. Nou, inmiddels meer dan de helft van de game gespeeld. En nog steeds een 1-1, maar daar komt toch bijna even een goaltje aan. Een goede redding van D7, moet ik wel zeggen. Ja, dat was netjes door hem gedaan. Ziggs probeert hem hier te clearen naar het midden toe. Veko. Veko mist de bal. Zou dat de kans kunnen zijn? D7 neemt hem aan voor de dribbel. Niemand van Emcon is daar klaar voor, jammer genoeg. Veko wacht hier af. Laat Terra hem aannemen. Terra gaat hier dan voor de dribbel. Gaat er niet voorbij. Hier Kenny hier in 1-1 situatie met Veko. Veko is eerst en zet hem voor. Is Cookie daar klaar voor? Ja, maar Kenny rijdt hem eigenlijk voor de voeten. Krijgt hem daardoor niet goed weg. Dat zou een grote kans kunnen zijn. Ja hoor, daar is de goal van D7. Oh, het ging al helemaal fout bij die aanval eerder al. Hier was Emcon helemaal de kluts kwijt. Wisten niet hoe ze dit met elkaar af moesten spelen om uiteindelijk die bal weg te krijgen. En D7 die denkt, hé, ik kan gewoon deze bal aannemen. Ik maak hem af. 2-1 voor Gamefist. Emcon moet weer aan de bak om die goal te krijgen. Cookie gaat hier één voorbij. Pakt op de boost, gaat op de bal. Gaat hij deze voorzetten? Nee, D7 zet hem zelf nog voor. Is Terra hier eerst? Nee, Ziggs mist de bal. En Terra ging daardoor niet voor. De bal wordt daarna gedunkt door D7. Hoorde een goede paas van Ziggs op D7. D7 heeft hem toch niet. Cookie hier met het schot. Is dat een open net goal? Ja, zeker dat is het. Die bal zag Gamefist niet aankomen. Die kwam gewoon via de muur omhoog. Cookie kwam een beetje vanuit een nare hoek, waardoor hij hem ook net aan binnenkant paal kon schieten. En niemand van Gamefist die stond helemaal klaar als verdediger om daar de bal te ontvangen. Omdat ze waarschijnlijk boost aan te halen waren. Ja, dat was heel netjes gespeeld door Emcon. Vooral heel goed schot van Cookie. Vervolgens is hij Terra weer aan de bal, brengt hem naar voren toe. D7 wacht daar, maar mist de bal. Veko paast hem terug. Gaat hij zelf door? Ja, hij gaat zelf door. Voor het goal langs in de hoek, pakt de boost. Heeft genoeg boost om verder te gaan. Komt voorbij Cookie. Kan hij nog voorbij Terra komen? Nee. Hij kan daar niet bij. Cookie met de backpass. Maar Kenny was helemaal niet back. Kenny tikt hem daarna ook weer terug naar zijn eigen kant. En met nog 47 seconden op de klok. Oeh, met die miss van Cookie. Zou dit een grote kans zijn voor Gamefist? Oh nee, Terra. Hij rijdt langs de goal. Ik denk dat er heel veel communicatiefoutjes nu gaan bij Emcon. Cookie miste daar de bal. Terra die vliegt er ook gewoon langs en die geeft alle ruimte aan Gamefist om hier de 3-2 te maken. Dat wordt echt spannend voor Emcon. Willen ze deze series nog gaan winnen? Ja, Emcon moet nu echt gaan scoren, anders staat Gamefist op matchpoint. Cookie brengt hem naar voren toe. Gaat hij 1 en daar is hij dan! Ja, daar is de 3-3! Cookie met de 3-3 op 33 seconden. Even grappig met de timer. Maar hij doet heel veel in zijn eentje hier. Hij krijgt hem hier langs D7 en volgens mij was het Ziggs die hij daar voorbij speelde. Komt opeens in zijn eentje inderdaad met de clutch play. Zorgt dat Emcon weer in de race blijft om dit iets makkelijker te maken. Want je wil niet met een 2-1 achterstand staan in games. Veko had daar ook weer een grote kans. Dat had wel de winnaar kunnen zijn. Kenny faked hier 1. Probeert door te gaan. Krijgt een beetje hoop van Veko die bijna in eigen goal schiet. Gelukkig wordt hij nog gekleurd. Die D7 met de pinch op de grond. Richting Cookie. Cookie tikt hem dan naar het midden toe. Ziggs zet de paas op naar D7. Dus Terra mist de bal. Is dit dan een kans voor Gamefist? Nee. Bal blijft wel aan de kant van Emcon. Dit kan nog gevaarlijk worden. Veko hier met de dribbel. Hij is 1 voorbij. Oh, is hij 2 nee, voorbij. Oh, gaat hij dan maken? Seconde dribbel van Cookie. Op van de lijn afgehaald tegen de paal. Dat was echt net aan. Dat was heel goed gesaved door Cookie. Dat was zo close. Had Veko om iets meer controle gehad om hem te flikken, had hij erin kunnen zetten. Ziggs met de fake air dribble. Oh, wauw. Hij maakt daar echt een hele mooie goal. Inderdaad, vanaf de kick-off is het vaak dat het wat makkelijker is om een air dribble op te zetten. Er was natuurlijk ook nog een andere speler van Gamefist die hem mogelijk aan kon raken. Maar Ziggs mocht hem zelf afmaken en hij krijgt er meer in.
En dat brengt Gamefist op een 2-1 voorsprong in games. 2-1 voorsprong van Gamefist. Wauw. Als ze nog één game winnen, hebben ze Emcon uitgeschakeld voor de top 4. Ja, en dat willen ze niet. Dat wil Emcon echt niet, dat weet ik wel. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want wie wil nou niet kans maken op die prize pool van €3.250? Sign me up, ik speel mee. Emcon zal moeten laten zien dat ze het kunnen en dat ze die goals kunnen maken. Ze krijgen de kans wel, maar ze tikken hem er net niet in of het gaat net niet goed. En in defense is het een beetje clumsy. Het werkt allemaal nog net niet helemaal zoals het moet merken. Wat we wel hebben gemerkt van Emcon over het algemeen in de ESL Benelux, ze moeten altijd even opwarmen. Zeker. De eerste games gaan altijd wat minder en hoe meer ze spelen, hoe beter ze gaan spelen. Ik verwacht dat als de stoomlocomotief nog genoeg kolen op het vuur gaat gooien, dan moet dat nu gebeuren. Want als ze nu nog niet opgewarmd zijn, dan wordt het heel erg lastig voor ze. Ja, en voor mijn gevoel zijn het ook een beetje die miscommunicaties die ze af en toe hebben. Ze kunnen van echt hele goede plays, of de solo plays van Cookie in ieder geval vorige game, kunnen ze ook wel eens gaan naar echt een paar miscommunicaties, een paar foutjes die ze gewoon niet helemaal goed lekker lopen. Maar misschien dat ze, als ze dat heel snel even bij kunnen leggen, dat ze toch deze game terug kunnen halen, of deze series. Ja, dat zou ook best nog wel eens kunnen. Ik kom met een hele soft touch. Hij faked daar Terra wel mee. Kenny brengt hem naar voren, Cookie gaat hij verder. Ik kom tegen de zijkant aan. Er was een pinch van Kenny en Seeks. Die had er best wel eens in kunnen gaan. DC7 met de voorzet voor zijn eigen goal. En Terra is daar dan niet op tijd bij. Ja, dat was heel erg spannend. Het leek er eigenlijk op van mijn perspectief dat Terra erin zou krijgen. Maar hij is er toch uitgehaald door de verdedigers van Gamefist. En dit ziet er ook al gevaarlijk uit. Bal naar de zijkant door Terra. Gaat hij er achteraan. Is niet op tijd. Kenny is op. Beat nog net op tijd. Peko, bal wordt doorgezet door Cookie. Cookie heeft hier een open net. Het zou de 1-0 moeten zijn. En ja hoor, daar is hij. Inderdaad, daar is de Cookie weer terug met de plays. Krijgt hem vanuit het plafond. Die zou naar twee spelers van Gamefist komen. Maar hij tikt hem net weg. Niemand die dat aan zich komen. Er is ook geen verdediger meer over van Gamefist. En hij maakt hem zelf af. En dat is dan 1-0. Wat Emcon nodig heeft, wat we al vaak genoeg hebben deze serie. Ze komen wel voor, maar maken ze het dan ook af. Tot nu toe is dat twee keer niet gelukt. Terra brengt hem hier naar voren toe. Kan hij zelf hierop doorgaan? Nee, Veko is daar, maar die hit hem niet goed. Kan Kenny het dan doen? Ja hoor, de 2-0. Daar is Kenny weer. Met een dubbele geest. Sorry, ik moet er altijd even op letten. Wil sneller inderdaad met een paas via de muur. Wordt net niet helemaal lekker weggekleerd door iemand van Gamefist. En Kenny die heeft daar een hele goede reactie op. Net aan niet verdedigd door Gamefist. En nu zitten ze toch een beetje in de problemen in het eerste deel van de game al. Dat klopt. Emcon heeft dit keer een sterkere start dan normaal. Meestal komen ze 1-0 voor en komen ze dan weer 2-0 achter. 2-1 achter. Of op een of andere manier is het weer gelijk 1-1. Maar dit keer maken ze de 2-0. Het is wat anders dan wat we gezien hebben. En misschien kunnen ze dit doorzetten. Maar hier komt wel Gamefist met een grote kans. Seeks met de redirect. Wat een save door Cookie. Seeks raakt hem eigenlijk niet eens aan. Het was meer dan een fake nog achteraf. Komt de bal weer. Veko gaat voor een gekke hit. De Kenny kan er dan bij. Dit zou weer een grote kans zijn. Kan Veko hierbij? Ja, Veko. Maar hij zet hem eigenlijk gewoon weer voor. Seeks zit er dan wel weer tussen. Cookie brengt hem weer naar het midden toe. En is het... Terra had hem daar, zeg maar. Kenny, hier is hij alsnog. En daar is alsnog de 3-0. De tweede rebound, zeggen we dan. Cookie inderdaad met de paas. Terra, die krijgt hem echt... net aan op de paal. Laat wel één iemand springen. En DC7 ook, die het dichtst bij er zat. Daar kwam natuurlijk nog Veko aanvliegen vanaf buiten. Maar die kon er ook net niet bij. En dat brengt ze op 3-0 voorsprong. Dat zal vast helpen met de zekerheid van Emcon. Dat klopt, met een 3-0 voorsprong ben je er al bijna. Oh, wat een fake van Terra. Hij faked hem in de lucht, maar daardoor had hij wel te veel tijd nodig. En kon de verdediger van Gamefist er goed tussen zitten. Hier is een passing play. Seeks probeerde dat op goal te schieten, maar was eigenlijk over de grond. Makkelijk weet Terra hier alsnog met een air dribble goal. Hij heeft niet genoeg boost. Hij mist hem. Als we het dan weer over autootjes kunnen gaan hebben. Een Batmobile heeft een kleine hitbox. En als deze dan zo bounce en je hebt de hitbox niet helemaal door. Dan kan dat gebeuren. Kies je auto's wijs, lieve kijkers. Ja, ik vind zelf Batmobile ook heel leuk, maar zulke dingen zoals dat heb ik zoiets van, ja, ik weet het niet echt. Ja, inderdaad, dat is inderdaad een van de dingen waar ik ook tegenaan stribbel als ik de Batmobile speel. Maar genoeg over auto's, deze game is op het moment interessant. Emcon, die heeft blijkbaar hun praatjes, of in ieder geval hun miscommunicaties een beetje bijgelegd, want ze staan hier echt heel goed voor in deze game.
Dat klopt. Hier zien we wel een kleine miscommunicatie tussen DC en Faco. Die alle twee voor dezelfde bal gaan. We staan 4-0 voor. Heel overtuigd op dit moment wat ze ook echt nodig hebben. Ze hebben dat zelfvertrouwen nodig. Want als je deze game binnensleept, heb je dat ook nodig voor de volgende game. Want die moet je dan ook nog eens een keer gaan winnen. Je ziet wel dat Gamefist er nu ietsjes lekkerder in zit. En soms zelfs ook kansen creëert. Maar hier is weer een uitbraak. Terra hier met de kans. Zet hem voor naar Cookie. Cookie is daar niet op tijd. Maar kan Kenny hier nog bij zitten? Ja, de bal blijft aan de kant. Maar gaat hij er ook in? Nee, dat is een miss van Seeks. Terra schiet hem ook niet richting het goal. En vervolgens is deze bal nog steeds aan de kant van Gamefist. Ziek zal hem nu aan de kant schieten. DC probeert hem aan te nemen. Fake Terra. Gaat over Cookie en scoort daar de 4-1. Ja, misschien is dit dan ook nog het begin van de comeback voor Gamefist in deze game. In ieder geval D7 die nam de bal aan. Hij liet hem over zich heen stuiten, wat dan weer een voordeel is van de Batmobile. Waardoor je makkelijk de bal over je heen kan laten stuiteren als dat nodig is voor zo'n fake. Want daarmee had hij Terra zeker te pakken. En hij krijgt ook nog eens een hele mooie flick, omdat het een hele mooie planken hitbox is. En die krijgt hij over de laatste verdediger van Emco. Hier is weer een kans van Siegwin. 1-1 situatie. Hij haalt daar de 50-50. Houdt die bal in. Googie wordt vervolgens gebumpt door Faco. Faco helpt daar een beetje mee. De defense bal wordt weer naar voren gebracht. Kenny Meister kan daar niet bij, wordt goed weggetikt door Seeks. D7 gooit deze bal omhoog. Faco is up. Kan hij dit schot maken? Hij gooit hem tegen een backboard aan. Bal wordt gecleared door Terra. Kenny had daar een backflip. Seeks probeert pasen naar Faco. Paas komt niet aan. Terra zat daar tussen. 1 minuut 30 op de klok moet Gamefist nu wel een beetje een goaltje gaan maken. Want het gaat nu... Oh, wacht. Is daar de goal? Wauw, D7 werd daar geblokt in de lucht. Dat had echt wel een goal kunnen zijn als hij niet had geblokt. Hier weer 2 up. Hij faked hem. Gaat hij er tussendoor? Oeh, zo de hier. Dat was even bijna een hele mooie play van Seeks. Dat was heel netjes gedaan. 2 keer een airdribble kans. 2 keer gaat hij niet in. Ik zie dan nog eentje. Een dubbelknip van Emcon. Hier zou Gamefist eruit kunnen komen. DC heeft niet genoeg boost die voor gaat voor de dribbel. Gaat over 1. Gaat hij ook langs 2. Hij gaat niet langs 2. Hij kon Terra niet faken. Terra zag dat al aankomen. Gaat vervolgens de muur op. Neemt zijn tijd, want hij heeft weinig boost. Echt om dan niet heel ver vooruit. Faco gaat up, maar mist de bal. Gaat veel te hard en veel te ver. Kan hij deze dan wel nog pasen? Ja, hij schiet hem weer tegen Seeks, waardoor hij goed voorkomt. Maar Kenny zat ertussen en las dat al en werkt de bal weg. Even kijken naar de tijd. Er is nog 38 seconden en Emcon staat nog steeds met 3-0 voor. Als ze nu volledig focussen op de verdediging, dan zouden ze deze game makkelijk kunnen winnen. Zo gooien ze nog wel even een aanval op. Maar het is heel belangrijk dat ze dat maar met hooguit 2 man doen. Zodat ze altijd iemand in verdediging hebben. Zodat ze zeker weten dat ze deze game binnen hebben. Want die hebben ze nodig. Willen ze dit een game 5 maken en deze series nog pakken. Aangezien Gamefist gevaarlijk voorstaat. Ja, en dan nog 13 seconden en dan nog 3 goals tegenkrijgen. Nee, dit gaat er niet meer worden. Emcon heeft deze game binnen. En dan staat het dan 2-2. Deze bal gaat zo de grond raken. 2-2 is binnen en dat zou betekenen dat er dus een game 5 komt. Een decider. Gaat Emcon het doen? Ja of nee? Gaan ze die game 5 pakken? Ja of nee? Dit is de allerbelangrijkste game van. Als ze deze niet winnen, zijn ze klaar. Winnen ze deze wel, dan hebben ze die top 4 plek binnen. En dan gaan ze door naar de finale in Utrecht. Ja, Emcon die heeft in ieder geval in deze game zichzelf helemaal teruggepakt. Ze hebben hun meeste communicatiefouten weg kunnen leggen. En daarmee dus deze game gepakt. En de vraag is of ze dat onder heel veel druk van de laatste game ook gaat lukken. Want ze willen natuurlijk naar Utrecht. Waar is dat ook alweer? En wanneer? Het is 18 en... Wat goed trouwens dat je het vraagt, Duncan. Ja, wat goed. 18 en 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Waar jullie ook allemaal aanwezig kunnen zijn. Waar jullie dus sowieso Gamefist zullen zien spelen. En Emcon, als ze dit winnen, zal daar dan ook aanwezig zijn. Samen met de Toxic Falcons en Causing Panic. Als Emcon dit wint, anders zal de Fuse Kids daar aanwezig zijn. Dit is de allerbelangrijkste match voor Emcon. En we gaan nu zien of ze dat kunnen gaan aanpakken. En iedereen wil natuurlijk die mooie geldprijs hebben. Maar D7 wil daar voor Emcon in ieder geval nog even een stokje voor steken. Want die heeft alweer de eerste goal. Ja, heel slecht verdedigd door Terra. Die gewoon de bal niet aanraakt. En D7 het open goal geeft. Niet goed gedaan. 1-0 voor Gamefist. Geen goede start van Emcon in hun hele belangrijke match. Ja, dat is een hele belangrijke goal inderdaad. Vooral omdat dit game 5 is. Het wordt nog even spannend. Hier ook weer met een goede voorzet. Dubbel commit van Emcon. Seeks kan dit niet te goed zo altijd brengen, maar D7 wel. En dat is dan 2-0 na 16 seconden. D7 is inderdaad een hele opvallende speler in deze series. Hij is vaak in het camera, vaak in het beeld, omdat hij een save doet of een goal maakt. En nu heeft hij er ook alweer 2 goals te pakken.
Ja, Emco moet het echt de tijd gaan teren. Zo net hadden ze nog wel de goede communicatie. Maar je zag net Terra Cookie in goal bumpen, waardoor hij hem niet goed kon saven. En nu moet Emco echt gaan komen. Willen ze dit gaan doen? Want twee goals in zo'n korte termijn, dat zal niet goed voelen. Nee, zeker niet. En nu moeten ze ook keihard werken om nog die comeback te kunnen maken. Vooral met dit. En Martedda, die krijgt hier de goal. Oh, wat was dat vies, maar ook goed gespeeld door Kenny. Je ziet hier dat... het was Cookie zelf. Cookie bumped Seeks, Kenny set voor, Terra schiet hem erin. Heel netjes gespeeld, ze pakken gelijk die 1-2 en zitten we terug in deze match. Ja, die beuk van Cookie was me nog niet eens opgevallen, maar daardoor zorgde hij natuurlijk voor dat hij als enige verdediger natuurlijk niet kan omdraaien om nog de bal te redden. En waardoor Emcon zoveel mogelijk tijd heeft om die 2-1 te scoren. Dat was een dubbel commit in de hoek. Dit kan nog best gevaarlijk gaan worden. Kenny mist daar de bal. Seeks gooit hem omhoog. Terra kan hij erbij. Ja. Gaat volgens weer naar beneden. Cookie is daar beter bij dan Veko. Bal gaat in het midden. D7 flankt hem naar buiten. Seeks blaast Terra op. Die zou dan voor deze bal hebben kunnen gaan. Maar ja, als hij niet op het vel staat. En vervolgens gelijk weer opgeblazen wordt. Kun je niet zoveel gaan doen. Hier is een kans voor Seeks. Ziet hem richting het goal. Gaat er niet in. Heel goed geredirect. Terra hier met de dribbling play komt niet voorbij 1. Cookie wel. Gaat hem proberen voor te zetten. DC was vroeg op. Kan hier dan niet bij. Kan hier dan de kans komen? Nee, Veko demoed Kenny op weer. Hier is een kans van Veko. Schiet hem naast het net. Seeks vliegt er ook overheen. Kans voor DC. Veko houdt de pressure op. X gaat hier voor de ceiling shot. Ik kom even niet uit. En Veko gaat hier voor langs goal dribbelen. Het kan gevaarlijk zijn. Kan er niet bij. DC kleert hem wel naar de andere kant weer toe. Kenny staat midden. Cookie is daar. Wordt gebied door Seeks en Terra wordt weer gedemolished. Oh, dat had ik nog niet eens gezien, joh. Maar dat kan natuurlijk niks goed opleveren voor Emcon. Deze hebben ook weer bijna met een schietkans in de goal. En dat zou zomaar slecht af kunnen lopen. Daar is bijna een schietkans. Wow, Veko schoot hem bijna zijn eigen goal in. Dat was nog goed gesaved uiteindelijk. Seeks brengt hem hier weer naar buiten toe. Gaat erdoor. Heeft geen boost om deze bal te hitten. Kenny zal wel wachten, want misschien had hij nog wel een fake die gewoon... Is even wacht hier. Cookie mist de bal. Seeks is up. Kenny hit hem toch naar het midden toe. Maar dit de kans zijn. Terra probeert hier eerder te zijn. Ja, Terra is eerst en schiet hem in de hoek. En dat is 2-2. 2-2 inderdaad. Dat wordt nog heel spannend. Willen ze dit gaan laten werken? Kenny Meister schiet hem op de backboard. En daar kwam een paas eigenlijk van de Batmobile af. Niet echt bedoeld. Maar heel goed op gereageerd van Terra. En die schiet hem heel erg lastig in de hoek. Hele lastige plek om daaruit te rennen. Dat klopt, Terra hier weer met schot richting net. Er is niemand in goal. Die gaat er ook in. Die werd gewift. Ja, zeker weten. Terra die schiet hem hier gewoon vanaf de kick-off. Best wel een mooie flip die daar ook maakt. Even er tussendoor. En Veko die probeerde nog vanuit de plek waar hij die boost ging halen. Probeerde die nog de bal te redden. Maar het was een heel lastige plek waar de bal stuiterde. Dus daar kon hij net niet snel genoeg bij komen. En dat is dan 3-2 voor Emcon. Alsof die 2-0 nooit gebeurd is. Emcon staat in voorsprong nog de 2 minuut 30 op de klok om ervoor te zorgen dat ze deze game winnen en dus doorgaan naar die top 4. Veko kon niet dribbelen, Kenny had daar een goede dunk. Kenny wacht nog even af, Veko is op, gooit hem naar zijn eigen kant toe. DCW staat daar gelukkig klaar. Schiet hem naar de zijkant, Terra is op hier met het schot richting het doel. Wordt dat gesaved? Ja, door alle drie de members van Gamefist. Deze zouden er nog alsnog in kunnen. Nee, Seeks zit er tussen. Heel goed van de lijn gehaald door Seeks. Ook vooral omdat er drie man waren gesprongen. Maar deze heeft nu in een lastige kwestie. Want Kenny Meister heeft een rebound. Daar is 4-2. Daar is dan de 4-2. DCW sprong hier heel early voor. Je ziet hem hier al opgaan. Mist vervolgens de bal. Had waarschijnlijk niet genoeg booster voor. En Kenny ziet hem dan gecontroleerd erin. 4-2 met 2 minuten op de klok. Het kan nog allemaal. Maar ik denk dat Emcon hun groove gevonden heeft. Ja, het was echt even nagelbijten. Omdat Gamefist zo snel aan die 2-0 kwam. Maar nu schijnen ze toch echt wel even dat goed teruggepakt te hebben. En dat deden ze ook ontzettend snel. Maar aangezien deze game ontzettend snel is gekeerd, zou het ook nog eens voor Gamefist zo kunnen uitpakken. Wat een save! D7 save daar heel mooi. Probeert hem ook uit te verdedigen. Krijgt niet ver. Seeks wel hier met de 50-50. Veko save deze ook gelijk weer. Bal wordt uitverdedigd door de 7. Veko probeert erachteraan te gaan, maar Kenny is toch eerst. Hier komt dan de bal voor Kenny. Wordt gebied door Seeks. Bal is omhoog. Seven schiet hem richting Veko. Veko probeert hem aan te nemen. Wordt daarna gedunkt door Cookie. Bal gooit naar het midden. D7 gaat er niet voor. Kenny is op. Kenny schiet hem bijna over Seeks. Zijn een hele goede save. D7 gaat voor de paas. Nee. Cookie zit ertussen. Hij houdt deze bal aan de kant.
Jammer genoeg kan Terra daar niet bij. Paas naar binnen. Schot naar goal. Wat een save bij Kenny. Inderdaad, een hele goede redding. Wat me wel heel erg opvalt is dat MCOM Esports ongelooflijk veel druk heeft gegooid. Terra heeft weer een demo op zich gekregen. En dat maakt het ook heel moeilijk voor MCOM om dit te verdedigen. Maar Terra komt nog weer terug met het klein beetje boost wat hij heeft met zijn respawn. En kan de bal nog verdedigen. Maar is Terra wel iets van 5 keer gedemolished deze match? Zou het? Ja, ze hebben een beetje gefocust. Hij spawnde in één keer weer en toen werd hij gelijk weer gedemolished. Ah, oh, dat is best wel gemeen. Maar D7 met een flik. Oh, wauw. 30 seconden op de klok. MCOM staat 2 goals voor. Als ze deze voorsprong voorhouden waar het op gaat lijken, kwalificeren ze hier voor de top 4. En zijn ze toch dan uiteindelijk door naar die finale. Oeh, dat was bijna nog weer een extra goaltje voor MCOM. Dat zou bijna de zekerheid zijn, maar ze hebben nog maar 15 seconden. Dus Gamefist moet hier nog echt even nu al een goaltje doorheen gaan prikken. Willen ze daar een kans voor kunnen maken, want anders pakt MCOM deze game. 5 seconden op de klok. Ik denk dat als hij er nu niet in gaat... Oh. De leader staat Faco liefst zelf op de match. Faco die heeft er al, is er al klaar mee. Hij heeft zoiets van, nou, het zal wel, wij hebben verloren. En MCOM pakt de game en die maakt de plek naar de top 4. MCOM pakt de game en zit in de top 4. Ik zal de top 4 voor jullie nog eens een keer gaan opnoemen. We hebben Causing Panic, we hebben MCOM, we hebben Toxic Falcons en we hebben Gamefist. Die 4 teams zijn allemaal door naar wanneer? Weet je het ook? 18 en 19 november. Ja, waar? In Utrecht, ja. Nieuwjaarbeurs. Ja, oké, okay, hartstikke mooi. Daar je zo vaak herhaald, nu weet ik het zelf. Nou, hartstikke mooi, want iedereen moet het weten. Want jullie kunnen daar aanwezig zijn. Jullie kunnen deze teams daar zien spelen en het uitvechten wie met het prijzengeld naar huis toe gaat. Dit was de laatste match voor vandaag. Het was echt die day, kun je het bijna wel noemen. Het was super spannend. We hebben enorm veel Game 5's gezien. We hebben enorm veel overtimes gezien. Ik denk dat we ook een record in goals hebben gezien. Ik bedoel, we hebben een game met meer dan 10 goals gezien. Enorm indrukwekkende dag vandaag, zou ik zeggen. Ja, ik wil de mensen thuis nog even één ding meegeven. Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord van de Toxic Falcons op dit moment die dit ook spelen. Aan het begin van het toernooi had niet veel mensen verwacht dat Toxic Falcons de top 4 ging halen. Ze waren echt de underdog. Maar ze begonnen met een vliegende start en kwamen gelijk 2-0 voor te staan op elk ander team en stonden bovenaan. Daarna ging het een beetje shaky en moesten ze hun winnetjes een beetje nog bij elkaar sprokken, zoals ze van Pauzy nog gewonnen hadden, zoals ze van GD Disruption nog gewonnen hadden. En uiteindelijk was vandaag voor hun de decider match tegen de Fuse Kids. De Fuse Kids, die een beetje wordt gezien als de Goliath van het toernooi. En uiteindelijk moet dat dan tegen Toxic Falcons, de underdog. En toch pakt Toxic Falcons daarmee. En haalt daarmee hun spot voor de top 4 ook binnen. En zal daarmee ook aanwezig zijn voor de finale. Dit is iets wat ik totaal niet zag aankomen. Maar ik ze nog wel wil mee feliciteren. Ja, zeker. Gefeliciteerd aan de top 4. Want jullie gaan in de finales. Om wat voor prijs eigenlijk spelen ze? Ik dacht dat het €3.250 was. Dat is wel een flink bedragje, ja. Ja. Zeker weten. Als die spelers iets hebben, hey, ik speel het alleen maar voor de fun. Het geld maakt mij niet uit. Dan zeg ik wel even, jongens, hier sure. Heb je mijn rekeningnummer. Drop het daar maar op. Ik vind het helemaal best, hoor. Ja, wij casters verdienen niet zoveel. Dus jongens, deel ook even wat. Nee, grapje. Hey, we willen jullie bedanken voor het kijken. Jullie hebben dus nu door wanneer de grote finale zijn. Want ik ga het niet nog een keer halen. Ik heb het vaak genoeg gezegd. 18 en 19. Duncan heeft het zo te zien nog niet vaak genoeg gezegd. Wat zei je? Ik zei niks hoor. Nee? Oké, hartstikke mooi. Wil jullie bedanken voor het kijken vandaag naar de D-Day van ISL Benelux. En we zullen jullie graag zien op, wanneer Duncan? Kom op. 18 en 19 november in de jaarbeurs in Utrecht. Ja. De finales van Rocket League. Wow, dat zijn ze uiteindelijk. En dan zien we jullie terug. Bedankt voor het kijken en tot dan.